En daar staat Epke 474. Sport, elite, triple A, zoon van Beert, de Berry van Anton. Geboren in 2009, met een stokmaat van 1,72 meter. Epke 474 stamt uit een indrukwekkende moederlijn van stam 43. In combinatie met vader Beert beschikt Epke over een interessante afstamming. Meerdere dochters behaalden het kroonpredicaat. Zijn nakomelingen hebben allemaal het fraaie Epke-hoofd. En zijn groot en modern, zoals je van een Epke mag verwachten. Epke 474 wordt op hoog niveau uitgebracht in de dressuursport door Sabine van der Loenhorst. Het duo is startgerechtigd in de Prix St. George en heeft het sportelite predicaat behaald. Hij had de meeste driejarige dochters met een eerste premie op de keuringen in 2020. Door zijn lange voorbenen is Epke 474 groot en mooi opwaarts gebouwd. Hij combineert zijn prachtige lijf met een edel hoofd en enorme lange manen. Daarnaast beschikt deze knappe hengst over veel balans, souplesse en een zeer werkwillig karakter. Epke 474.